Een bijeenkomst van de MKB Westland in het World Hockey Center in Naaldwijk is goed bezocht. Een bijeenkomst van het MKB Westland in het World Hockey Center in Naaldwijk over ondermijning is goed bezocht. En deze bijeenkomst richtte zich op ondernemers en had als doel hen bewust te maken van ondermijning en hen weerbaarder te maken tegen deze groeiende dreiging. Burgemeester Arends van Westland opende de dag en hij benadrukte het belang van bewustzijn rond ondermijning voor zowel de zakelijke als de persoonlijke veiligheid van ondernemers, hun personeel en hun families. Tijdens de bijeenkomst werd dieper ingegaan op de aard en impact van de ondermijning. Er werd besproken hoe criminelen te werk gaan, hoe ondernemers ondermijning kunnen herkennen en hoe ze samen kunnen werken om deze praktijken tegen te gaan. Criminelen opereren steeds vaker vanuit de bovenwereld, waarbij ze zich verschuilen achter legitieme bedrijven. Het MKB Westland wil samen met onder meer Platform Veilig Ondernemen, politie, gemeente en weerbare sierteeltsector ondernemers helpen om ondermijning aan te pakken. Er was ook een ex-crimineel aanwezig. En deze ervaringsdeskundige, die in het verleden zelf het criminele pad bewandelde, gaf inzicht in hoe hij te werk ging en hoe hij al zijn normen en waarden die hij vanuit zijn opvoeding en omgeving had opgedaan, overboord gooide. Zijn verhaal maakte diepe indruk op de aanwezigen.